In 2012 maakt Guus Luiters het boek In Memoriam. In dit boek legt hij de gegevens vast van bijna 18.000 kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland worden weggevoerd. Hij noteert de naam, het adres en de sterfplaats en sterfdatum van deze kinderen. Het gaat om Joodse, Roma en Sinti kinderen die vanuit kamp Westerbork worden weggevoerd naar Auschwitz en Sobibor. Het boek bevat ook 3000 foto's van deze kinderen. Dit brengt de Friese kunstenares Ada Stel op het idee om deze kinderen ook een gezicht te geven. Deze portretten die worden vandaag tentoongesteld hier in de Sjoel in Elburg. Het gaat om 102 portretten. Evenveel als transporten die er plaatsvonden vanuit het kamp Westerbork. Vandaag zal de oud-politicus en schrijver Jan Terlouw deze tentoonstelling openen. Het zal u, als ik zo kijk naar hier en daar een grijs haar, zijn gegaan als mij. Zo vaak al in de afgelopen 70 jaar ben ik geconfronteerd met wat er gebeurd is. Bij toespraken, bij tentoonstellingen, bij boeken, bij foto's, bij films, bij van alles en nog wat. En het wil maar niet wennen. Het is alsof het niet wil doordringen. Eigenlijk is het zo dat hoe ouder ik word, hoe minder ik het begrijpen kan. Hoe minder ik kan begrijpen dat dit allemaal werkelijk is geschied. Het zal u gaan als mij. In de criminaliteit is er toch geen ernstiger te vinden dan de moord op een kind. Althans, dat vind ik. Dat vind ik het minst vergeeflijk. Dat vind ik het minst begrijpelijke. En dat komt, denk ik, omdat dat zo door en door onrechtvaardig is om een kind om te brengen. Kunstenaars zijn mensen die ons helpen om te zien en om te interpreteren. Dat is vandaag is dat ook weer helemaal aan de orde. Met het werk van Ada Stel. Geleende gezichten. En ik ben heel trots dat ik de tentoonstelling mag openen. Dank u wel. Meneer Terlouw, allereerst heel hartelijk dank dat u even tijd voor ons vrij wilde maken. U zult ongetwijfeld veel verzoeken krijgen. Wat was voor u de aanleiding om tegen dit verzoek van museum, de Sjoel, te zeggen van ja, ik kom deze tentoonstelling wel openen? Ik heb al een paar keer eerder iets gedaan in Elburg hier in verband met de Sjoel. Dus ik ken de mensen een beetje. En als ze dat dan vragen en ik vind het onderwerp de moeite waard en ik kan, ja, dan zeg ik ja. Ja, want ik had ook gelezen dat ook uw dochter, Sanne Terlouw, zelfs ook hier al eerder een lezing had gegeven. Wat is uw band met het museum? Wat spreekt u aan hoe het museum werkt? Ja, het is een heel bijzonder, de kleine Sjoel, dat Joodse kerkhof hier vlakbij, in een protestante gemeente. Dat is al heel bijzonder, dat de begraafplaats zo dichtbij is. En deze Sjoel ontvouwt veel activiteiten. En dat stel ik op prijs, dat wil ik steunen waar ik dat kan. Ik ben Ada Stel. Ik ben beeldend kunstenaar, al 35 jaar. Ik maak veel beelden. De laatste 10 jaar schilder ik ook. En wat vooral opvalt in mijn beelden en in mijn schilderijen is het kleurgebruik. Ik hou van veel kleur. Nou, het project wat wij hier geleende gezichten noemen, dat is ontstaan naar aanleiding van een televisieinterview wat ik zag met Guus Luiters. En Guus Luiters zei daarin, dat was de enige zin die ik hoorde, ik wilde die kinderen hun naam teruggeven. En toen dacht ik hun gezicht. Ik heb daarna dat interview bekeken. En dat bleek te gaan over kinderen die via Westerbork zijn gedeporteerd, de meeste via Westerbork, gedeporteerd naar Auschwitz, Sobibor, Buchenwald. Naar de vernietigingskampen dus. En die opmerking heeft mij geraakt. Toen ben ik begonnen met schilderen. Ik schilderde natuurlijk al wel, vrouwen. Maar ik dacht direct, ik wil die kinderen hun gezicht teruggeven. Dat boek van Guus Luiters heet In Memoriam. Dat is een dik boek. Het is een verschrikkelijk boek met alleen maar lijsten, namen, foto's. 18.000 namen van kinderen staan daarin.
Ik las in dat boek veel verhalen. En toen bleek dat er 102 transporten, voornamelijk uit Westerbork, zijn geweest naar die vernietigingskampen. Vandaar dat ik toen dacht, oh, dan moet ik 102 portretten maken. Ik heb op de schilderijtjes ook alleen de voornaam geschreven. Op de achterkant staat alle informatie van zo'n kind. Omdat ik niet wou hebben Carola Huppeldepup, maar Carola. Staande voor een transport. Waar soms 1000 kinderen mee gingen of 300 kinderen. Of vertel het maar. Ik heb 102 portretten gemaakt en ik heb er lang over gedaan. Het is toch een project van bijna 2 jaar. Het komt heel erg binnen. Ik ben altijd al wel veel met kinderen bezig geweest, met de verhouding van volwassenen kinderen. Ja, we doen volwassenen kinderen aan. Vanochtend las ik nog weer een stuk in de krant dat kinderen worden opgeleid om te doden. Zonder emotie, wat dan ook, in die verschrikkelijke oorlog, nu weer in Syrië. We hebben grote verantwoordelijkheden ten opzichte van kinderen. En vandaar dat kinderen mij erg raken als er wat mee is. Wat heeft mij geraakt in de fotootjes die ik gekozen heb? Want ja, er staan natuurlijk 4000 fotootjes en ik heb 102 gekozen. Het verschil, de uitstraling, de ogen vaak. Hoe iemand zijn haar had, hoe blij die was of hoe verdrietig die was. Strikken is natuurlijk helemaal een kenmerk van die tijd. Of je een brilletje op had of niet. Op een gegeven moment ga je toch zoeken naar een beetje een verscheidenheid van gezichtjes. Ja, dit portretje is van Chiwa de Jong. Mijn echtgenoot heeft gedichten gemaakt bij dit project, zou ik maar zeggen. Hij kwam op een gegeven moment thuis en toen zei hij van, ik heb een gedichtje gemaakt over een schilmeisje. Heb jij toevallig een schilmeisje geschilderd? Toen zijn we naar mijn atelier gegaan en toen zei ik, moet je kijken wie er op de ezel staat. En dat was de tekening van Chiwa. Hier zie je allemaal verschillende portretjes met allemaal verschillende achtergronden. En wat ik in dit project ook heb gedaan, is wat ik altijd doe, ook met mijn beelden. Ik heb altijd vrouwenbeelden gemaakt, voornamelijk. En ik gaf mijn vrouwen altijd een gouden randje mee. Als soort eerbetoon. En deze kinderen heb ik allemaal een half gouden randje meegegeven. Je ziet het hier niet zo goed, maar hier dus wel heel goed. Een half gouden randje, omdat het helaas is afgebroken, het leven wat ze hebben geleefd. Deze tentoonstelling is vorig jaar voor het eerst gelanceerd bij ons in de galerie Aderstel in Workum. Daar heeft het 10 maanden gehangen. Het was natuurlijk een heel beladen project. Het was op scherp van de snede. Dus we wisten eigenlijk ook niet precies wat voor reacties we moesten verwachten. Maar over het algemeen, vooral uit de Joodse gemeenschap, waren de reacties heel positief. Koos, mijn echtgenoot, die was daar vaak in de galerie. En die kreeg de verhalen van mensen te horen. En dat waren vaak heel ontroerende verhalen. En sommige mensen liepen huilend weg of legden een steentje bij een portret. Wat mensen uit de Joodse gemeenschap doen als ze een graf bezoeken. Dus ja, het was heel. Het was gewoon beladen reacties vaak. Ik wilde dit namelijk doen. Kinderen aan het schilderen, je bent kinderen aan het schilderen die er niet meer zijn, die eigenlijk geen leven mochten hebben. Daar ga je erg veel over nadenken. En ik heb gedacht, ik zou graag willen dat dit een document wordt voor de generaties na mij, na ons. Daarom heb ik het ook in kleur gedaan. Ik wilde alles wat van de oorlog is, let maar zo, is zwart-wit. Ik heb het met opzet heel kleurrijk gemaakt om de brug te slaan naar de jeugd van nu. Om de generaties van nu. Iedereen is nu flitsend bezig met tv en weet ik veel wat. Alles is in kleur. Dus ik hoop dat kinderen op een gegeven moment zich bewust worden dat ze het zelf hadden kunnen zijn. Wij hebben ook besloten om er een stichting van te maken. Stichting Geleden Gezichten. Omdat wij dit project bij elkaar willen houden. Er mag geen schilderijtje uit verkocht worden of boven de bank wil ik graag dat portretje, dat kan niet. Jules Elburg heeft gevraagd of ik Gerda Steinhauer wou schilderen. Die krijgt dan ook een ander formaat. Dus dat is eigenlijk de gedachte erachter, dat wij er ook beslist niet aan willen verdienen. Museum Jules Elburg vroeg mij om het
Gerda Steinhauer te schilderen. Het enige meisje dat uit Elburg kwam, wat naar Auschwitz is vervoerd. Ze vluchtte met haar ouders uit Wenen hier naartoe, omdat haar tante hier woonde. Ze heeft hier dus even op school gezeten. Deze foto kreeg ik. Ja, dan ben je toch heel erg geraakt natuurlijk. Het gaat toch iets van, ach, dit is toch ook niet best. Ik heb haar geschilderd in de schoolbanken, zoals ook op de foto staat. Met strik natuurlijk, want dat was heel duidelijk. Helaas waren ze bang dat ze hier in Elburg toch niet genoeg bescherming hadden. Ze zijn naar Amsterdam gegaan. En ik meen dat ze met transport 1 naar Auschwitz is vervoerd. En daar vermoord. Dus zo kan het lopen. Ze was bijna 9 of ze was 9. U heeft vandaag de tentoonstelling van Ada Stel geopend. 102 portretten. U heeft er net naar gekeken. Wat vond u van de tentoonstelling? Ja, ik vind het heel aangrijpend. De dood van een kind is iets onaanvaardbaars eigenlijk. Het is zo onnatuurlijk, het is zo onrechtvaardig. Het is zoiets wat niet moet, wat niet hoort. En als je dan leest in dat boek dat 18.000 kinderen uit Westerbork zijn weggevoerd en vermoord. En voor ieder van de 102 transporten heeft Ada Stel 1 kind geportretteerd van een foto en een kleuren schilderij van gemaakt. Het is eigenlijk diep aangrijpend als je tot je laat doordringen dat waar de dood van 1 kind al onaanvaardbaar is, dat al die kinderen willens en wetens stelselmatig georganiseerd zijn, omgebracht. Ja, dan staat je verstand eigenlijk bij stil. Dat de mensheid die kant heeft. Ja, en zij heeft, haar motto was ook, ik wil proberen die kinderen een gezicht te geven. En ja, ze haalt ze inderdaad als het ware uit de anonimiteit. Ja, zo gauw als iemand een naam krijgt en zeker een portret, dan weet je ineens dat er dierbaren waren die om dat kind gaven. Dan zie je ineens dat het kind een omgeving had die, als ze niet zelf ook zijn omgebracht, hebben geleden omdat hij of zij er niet meer was. Dus ik vind het belangrijk dat dit gebeurt. Ja, kunt u daar iets meer over zeggen? Want het is nu straks 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Dat vieren we met elkaar. Maar dat betekent ook dat de generatie die het heeft meegemaakt zoals u, dat er over een tijdje, dat die generatie die het uit eerste hand kan vertellen niet meer zal zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat betekent dat voor het levend houden van die herinneringen? We moeten dat denk ik dus zoveel mogelijk doen. Nu er nog mensen zijn die het kunnen vertellen, die erover kunnen getuigen. Want dat zegt misschien toch nog weer altijd wat meer dan wanneer het is opgeschreven. Maar goed, het getal wordt klein van mensen die het nog zelf bewust hebben meegemaakt. Ik denk dat de herinneringen doorgaan. Als ik kijk naar wat men de Great War noemt, la Grande Guerre, zeggen de Fransen. De grote oorlog. Ik heb jaren in Parijs gewoond. Die oorlog wordt nog veel meer herdacht dan de Tweede Wereldoorlog. Toch is er niemand meer die het nog weet. Dus dat zal ook met deze herinneringen doorgaan. En de herdenkingen zullen doorgaan. Er komen trouwens steeds meer mensen, jonge mensen, bij herdenkingen, tot mijn verbazing. Het leeft nog steeds. Ja, denkt u dat als u kijkt naar de jongeren nu hier in Nederland en de berichten die we de laatste tijd ook tot ons krijgen over antisemitisme. Denkt u dat de jeugd genoeg weet over de Tweede Wereldoorlog en waar antisemitisme toen bijvoorbeeld toe geleid heeft? Ja, je vraagt het je af, hè? Dat toenemende antisemitisme, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Waarom moet je mensen haten omdat ze Jood zijn? Het slaat helemaal nergens op. En toch is het er. Het zit diep in culturen. Religies hebben daar natuurlijk ook een slechte rol in gespeeld. Waarom het nou weer zich voordoet, ik kan het niet begrijpen. Maar laten we daarom niet vergeten wat er in de oorlog is gebeurd, waar het toe kan leiden. En dat herinneren, dat ons blijven herinneren, daar speelt kunst natuurlijk een rol in. Bij de Great War gebeurde dat bijvoorbeeld door hele velden met prachtige rode bloemen. De Tweede Wereldoorlog herinneren we ons onder andere ook door kunst. Ada Stel heeft dat nu laten zien. U heeft dat zelf laten zien door middel van uw roman Oorlogswinter. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen de rol van kunst in dat soort proces? Wat kan kunst betekenen? Kunst kan je helpen om te zien
kan je helpen om te herinneren. Kunst kan hoop geven. Kunst getuigt ervan dat de mens andere kanten heeft dan alleen die destructieve kant waar het in de oorlog over gaat. Kunst onttrekt zich aan allerlei andere ontwikkelingen, economische en politieke. En daarom is kunst mooi. De tentoonstelling is daar dan een heel goed voorbeeld van. Kunt u kort voor mensen die zich afvragen, moet ik naar de tentoonstelling, kunt u kort schetsen waarom ze dat zouden moeten doen? Ten eerste is het mooi om die portretten te zien. Het zijn kunstwerkjes. In de tweede plaats, je gedachten kunnen zich verdiepen als je daar rondloopt. Het helpt om je te realiseren waartoe de mensheid in staat is. En daarmee hoop ik ook dat je besluit om dat te bestrijden. Om te zeggen, de andere kanten van de mensheid dient ontwikkeld te worden en dit dient bestreden te worden. Alles wat daarbij kan helpen, moet je gebruiken. En dit is zeker zoiets. Oké, dat lijkt me een heel loffelijk streven. Dank u wel voor uw tijd. En heel veel succes met al uw activiteiten en ook met het schrijven natuurlijk. Goed, ik ben Koos Stel. Ik ben Ada tot echtgenoot. En zij heeft mij gevraagd bij haar schilderijen de gedichten te schrijven. Een opdracht die ik graag heb aanvaard. In totaal zijn er 160 gedichten geschreven. Een 25-tal zijn daarvan in het bijbehorende boek gekomen. Die zijn ook in het Engels vertaald. En wat er overbleef, de andere 135, daar is een bundel uit samengesteld, toegedicht. En deze bundel wordt op dit moment in het Duits vertaald. Ik wil één gedichtje graag voorlezen en dat gaat over dit meisje, Mirjam Lisette. Ze weet dat iemand haar zal missen. Ooit eens. Over wie weet hoeveel jaar. Misschien wel in een andere eeuw, maar iemand zal haar missen. En beelden scheppen om te verbeelden. En woorden vinden om te verwoorden. Opdat ze niet gemist zal worden. Toen niet, nu niet, nooit niet.